Welkom bij Proef Whisky. Ik ben Paul. Ik ben Rick. Ik ben Manny. Welkom bij Voorproefje. Wij gaan drie nieuwe flessen, even voor ons nieuwe flessen, even doornemen om eerst indrukken te maken. We gaan beginnen met de Dubliner. Dit is niet zomaar een Dubliner, maar een bierkask uitvoering of expressie, kan wezen van de bierkast serie. Dit is niks nieuws uiteraard. Welke whiskies hebben we nog in bierfinish? Welke biervaten hebben we gefinished? Nou, we gaan eens even op de fles spieken, want het is nu even de eerste keer dat we deze gaan proeven. Nou, er staat er vrij weinig op. Batch 1 Limited Release. De Irish Coffee Stout komt van de Rascals Brewing Company. Dat zal vlakbij Dublin liggen ook nog. Ja, 40% ABV. Dus daar moet je ook niet te veel van verwachten. Dit is interessant. Pak even een speakbriefje erbij. Kijk wat ze zelf ervan zeggen. Oeh. Nou, in eerste instantie zijn dan gewoon typerende geur van de eerste whisky. Ja. Dus citrus. Ja, ook een beetje die graan. Candy, die sweets. Hoe noem je dat? Weet je wat ze ook in die. Hoe noem je die poutine? Beetje die. Weet je dat zoete. Van die. Suikerspinachtige. Suikerspin, ja, dat is eigenlijk heel zoet, maar. Ik ben heel even een main speak op dit briefje hier. Ze geven zelf aan toffee, lemon curd, creamy vanille, green apple en white peach. Mango en lime. Zijn maar hele lichte citrusfruiten onder andere. Mango die haalt er wel uit, ja. Kijk, dat vanille, dat verwacht je sowieso van hier. Ik vind het een lange rij en ik haal er weinig van uit van die lange rij. Dat zijn wel. Maar hij is niet vervelend. En een beetje citrus, ja. Ja, even een slokje, ja. En een beetje parfumig-achtig. Ja. Dingetje, zeg maar. Slantje. Parfum? Een beetje parfumig, ja. Slantje. Dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Dan komt er nu wel iets naar voren wat je niet op de neus houdt. Zo, ik vind het vreemd, ik denk. Een beetje karamellig, vanille-achtig. Het eerste smaak wat naar voren komt, een beetje, en nu is het weg. Ja, de finish is absoluut niet lang. Ze geven aan de long, tingling, dry, toasty grain finish is, maar. Nee, dat vind ik ook niet. Ja. Hij tintelt wel wat na de toon, maar ik denk dat meer de jongheid van de whisky is, dat niet bang en behoorlijk. Als je hem afslikt, heb je heel even zo'n granig effectje erin. Maar. Hoe oud is die? Dat is een hele lichte. Dit is wel echt voor beginners, deze. Hele lichte. Ja, er zit een bepaalde nasmaak aan wat je bij beginners mee af zou kunnen schrikken, misschien. Ja, wil denken. Ja, ik weet wat je bedoelt. Het is helemaal aan het einde. Het blijft zo hangen, ook bij de volgende slok. Ja, dit is maar 3 jaar oud. First edition, de 3-year-old whisky finished in coffee stout barrels. Nou, voor een 3 jaar oud is deze echt lekker. Ja, maar dat is een. Je proeft wel dat jong is, dat is inderdaad dat tintelen wat een beetje nablijft. Het is wel een scherp iets. Wat ik eigenlijk niet zo gauw verwacht van hier. Ik moet zeggen dat ik dat niet zo ervaren natuurlijk. Ik vind hem best wel soepel af te kennen. Dus. Nou, ik wil niet zeggen dat het scherp is, maar het is wel een jong iets wat op de tong blijft zitten. Ja, voor 3 jaar oud vind ik hem wel echt heel zacht hoor. Dus, neem eens even een slokje en adem via je neus uit. Kijk, wat, het is een bepaald iets wat ik niet helemaal kan plaatsen. Ik denk dat het invloed is van ik heb hem al op, heb ik nog geen. Het is lekker dus. Ja, ik vind hem niet soepel. Ik vind hem eigenlijk niet soepel. Gewoon even een retro olfactory effect. Dus even via je neus uitademen. Dus, ik denk dat het invloed is van de bierkast, maar ik weet niet wat het is. Moet het whisky door je neus naar buiten komen? Of? Nou, tegen de einde van de avond gaat dat vanzelf inderdaad nemen. Ik ervaar een brandend gevoel in mijn neus. Nee. Slijm die ze zijn niet helemaal naar eigen land benieuwd. Ja. Het is eigenlijk, voor een beginner, ik vind hem best lekker voor een jonge whisky. Ik
Er zit iets in de nasmaak om me niet helemaal zin, maar ik denk dat ik gewoon een keer terug moet komen. Dat, dat is een beetje een anijsachtige. Niet zozeer chemisch dat het in de nasmaak. Nee, ik wil niet zeggen dat het chemisch is, maar het is gewoon iets. Ik denk dat het gewoon de invloed van de bier is. Het is wel bier als je ik ben. Ik vind de bierinvloed heel minimaal eigenlijk. Wat voor een bier is het eigenlijk? Ja, stout. Stout, donker. Maar ik ben op dit moment geen fan. Ik denk dat ik even terug moet komen. Ik laat deze even staan. Ja, maar als je dit vergelijkt met een Jameson stout, Castmates. Heb ik liever Jameson. Ja, en die heeft veel meer stout invloed dan deze. Mm-hmm. Maar ja, goed, misschien is het ook niet de bedoeling van deze dubbeling om zo heftig erin te komen. Ja. En ik denk dat, ik ben van mening dat dit echt voor een beginner geen aantrekking is. Volgende. Nou, Rand kennen we allemaal natuurlijk, maar ik weet niet hoe bij jullie is. Tot nu toe heb ik alleen maar Rand gehad met een bepaalde fat finish. Dus of sherry, of port, of... Sauternes. Sauternes, dankjewel Rick. Maar echt gewoon de natieve... Vatvinnen, is dus gewoon een bourbonvaten en misschien een beetje sherry, wat is dit nou eigenlijk? Natief is dus zonder suiker en melk. Of zonder contrast. Ja, dit noemen ze echt gewoon de klassieke run op 10 jaar, dus verder geen aanduiding van... Zo. Nee, je ruikt juist die. Dat is gewoon een ding. Dat is gewoon een standaard single, maar al 10 jaar, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus, kijk, als ik echt de basis maak van Aran ook gewoon waarderen, net als de rest. Waarschijnlijk wel. We gaan het zien. Ik ben benieuwd. Grappig, want Aran is toch wel een van mijn favorieten en deze ken ik nog niet. Nee, ook. Wat vind je trouwens van de nieuwe ontwerp van de flessen trouwens, nice. Van Aran? Heel mooi, ja. Nice. Beter dan de oude. Ja? Het is meer... het spreekt er meer uit. Ja. Hebben we een oude hier ergens? Ja, we hebben die naast. Class finish. We zetten hem even naast. Dat spreekt er meer uit. Kijk, dit is alweer wat cilindrisch, hè? Die is niet zo... ziet er een beetje kartonnig uit. Ja, precies. Dit is het oude. Ja, dit zou gewoon een fles van een andere uitgever kunnen zijn, maar als je... Het springt er veel meer uit, de nieuwe fles. Ja. En het lijkt ook alsof het een dure whisky is in deze fles. Het ziet er duurder uit, zou ik zeggen. En het is niet dat die andere fles dat daar iets mis mee was. Ja. Maar die andere fles is een beetje standaard eigenlijk. En dat heeft gewoon wat. Ja, je herkent het nu wel gelijk als een Aran-fles. Ja, ik heb precies. Eigenlijk. Ik zeg altijd Aran, dan zeg je Aran. Als je ja, ik denk het. Of Schots, Aran. Ja. Ik denk dat ze Aran zeggen in het Schots. Ja. Misschien hebben ze nog een Schots accent, dan noemen ze het toch wel anders. En op zijn Nederlands? De Aran. Oran. De Aran. Oran. Of als je naar Rotterdam, Aran. Aran. Nou, dit is ook, staat ook gewoon op de fles. Dat kan ik altijd waarderen van Aran. Is non-geofiltered. Ja, zeker. En natural color. Die doen nooit karamel toevoegen om de kleur te beïnvloeden. Heel goed. Ja. En dat is altijd iets wat ik heb kunnen waarderen van Aran. En non-geofiltered is sowieso goed, want je haalt gewoon smaak uit de whisky als je het geofiltert. Ja. En sowieso, als je op 46% of hoger zit, hoef je geen geofilter. Doet het pas, dan heb je geen last van de vertroebeling. Interessant, als een whisky noob is heel licht. Ik moet echt mijn best doen om iets van... Dit is ook weer een sprankelijke whisky. Heel veel citrusnoten. Mm-hmm. Ja. Heel dicht. Ja, wat zeggen ze zelf? De citrus komt al echt naar voren. Dat is met u die smaak zo meteen. Oh. Nou, Ran geven zelf aan, rich, honeyed, malty, soft vanilla, coconut, citrus, fruit freshness, orchard fruits en hazelnuts. Koek is daar niet echt zo bruin, maar niet echt zo bruin. De vanille is inderdaad wel licht, ja. Dat is vooral inderdaad die citrusvruchten die je nou naar voren moet komen. Slantje. Slantje. Wat ik meteen wel moet zeggen, deze heeft wel meer bite als de Aran's wat ik geproefd heb. Zeker weten. Yep. Maar ik vind het niet vervelend. Nee. Nope. Maar dat moet je niet aan het begin nog geven, want dan denk ik dat die is het hoestige. Nee. Maar dit is...
Ja, het is toch voornamelijk de citrus en de honing inderdaad. Veneer. Kokos vind ik een beetje lastig op dit moment. Ja, dat haal ik er qua smaak. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk iets meer had verwacht van de smaak. Vooral al die andere aroma's die ik zo ontzettend lekker vind. Ik mis hier toch een beetje smaak. En dat kan misschien ook zijn, misschien moeten we hem, het 46% toch? Ja. Misschien als hij 5 tot 10 minuten in een glas even de kans krijgt om echt in de lucht te komen. Dat hij dan echt open komt. Dat zou hem niks verbazen, dat hij nu een beetje gesloten blijft. Ik denk dat we ook in sinds een beetje verwend zijn door al die cast finishes van de Ja, dat zou je wel kunnen. Kijk, als basis whisky is dit eigenlijk heel lekker en heel geschikt voor die verschillende cast finishes. Dat die echt die invloed dan meer naar voren komt. Ik vind het niet vervelend. Ik zou deze kopen als die in de winkel ligt. Sorry? Ik zou deze kopen. Ja. Dat is lekker. Ik ben er niet overtuigd. Ik denk wel dat deze echt nog gaat openkomen. Dat die 46, die alcoholprikkeling die we nu hebben, die toch best wel pittig is in het begin. Dat die wat minder wordt als die alcohol wordt verdampt. En dat die wat meer open gaat komen en er toch wat meer smaak gaat. Hoeveel Duitse whisky distillerijen ken je? Ik heb het wacht aan een fles staan van Roodhout. Daar heb ik, die wil ik nog eens een keer ter tafel brengen. Dus ik ken er eentje, Roodhout, die maakt bier en sinds een tijdje dus ook whisky. Hmm. Ja, die kan je nog niet, maar je hebt dan Sleers. Of zo, hoe spreek je dat uit? SL, Griekse ERS is een ding. Ja, dat was veel gehoord. Ja. En deze hier is ook een Duits distilleerder, Herr Hans. Ja. Ja, je weet meteen wie de destilleren is, dat is wel heel fijn. Ja, Hans. Nou, wat hier wel apart in is, is eigenlijk whisky wat eigenlijk geen whisky mag heten. Het is geen 3 jaar oud. Dit is in ieder geval vintage craft corn, staat op de label, is van Tauwe gemaakt, is ook geen gemout gaas. Is maar 12 maanden oud, dus zijn 12 maanden gelang. Maar wat ik wel heel interessant vond, vandaar dat ik de fles binnen heb gehouden, is op Pinot Noir vaten gereed. En Rick heeft ook meer verstand van wijn als mij, maar Pinot Noir is kenmerkend door bepaalde aroma's, zoals... Nee, als ik kijk naar de Bourgogne Pinot Noirs, Bourgogne, daar kun je hele dure Pinot Noirs kopen. Wat ik vooral ook wel lekker vind aan Pinot Noir is vanuit de Bourgogne is de kersengeur en smaak. Die ik helaas, ik ben niet per se een Bourgogne liefhebber, ik hou meer van Bordeaux. Hè. Dat heb je, als francofiel zeg maar, heb je een beetje zo Bordeaux en een beetje de Bourgogne, dat is een beetje een strijd tussen die twee, zeg maar. Klopt. Natuurlijk is Pinot Noir in andere landen ook nog verbouwd en uitgebreid op de markt gebracht. Ik drink eigenlijk nooit Pinot Noir, moet ik eerlijk zeggen. Dankjewel. En ik drink dus ook heel weinig Bourgognes. Maar wat ik daarvan kan herinneren is die kersengeur die ik wel aantrekkelijk vond. Dus ik weet niet, ik hoop misschien dat hij ook nog iets van de kersengeur in zit. Ja. En hoe smaakt de tafel? Ja. Nou, even terugkomen bij de Herr Hans. Is 12 jaar oud, 12 maanden oud, oh fuck. 12 maanden oud, 44%. Dus dat zit wel goed. Als je op de website kijkt, is het allemaal in het Duits. Alleen de fles heeft hij, ik weet niet of dat speciaal voor mij heeft gedaan, maar heeft een... waarschijnlijk wel, ja. Heeft hij een label in het Engels. Dat is op zich wel fijn. Dat is één fles van hem, die heb jij. Ja, wie weet of je moet het even. Nou, ik ben benieuwd. Kijk, voor 12 maanden, kijk, een Pinot Noir vat, kijk, is het een wijnvat. Dat geeft natuurlijk ook wat extra kleur af, dus de kleur vind ik... Donker, ja. Voor 12 maanden. Voor 12 maanden is het echt donker. Maar dat is ook weer een onderwerp apart. We kennen andere whisky met een korte rijping die een mooi kleurtje heeft. Hè? Ja, klopt. Maar dat is weer een hele apart verhaal net, uit Limburg. Ja. Maar ik heb even hier, kijk, het is allemaal in het Duits. Maar het komt even op hetzelfde neer. Zo, jezus. Oh man. Goh, maar als je... Nee, ja. Oh ja, wacht, oké. Als je eenmaal door die rook heen bent, op een of andere manier, rook, ruik ik wel iets van wijn, inderdaad. Ja. Ik ruik worst.
Nee, ik vind het best. Hij slaat een beetje op mijn tong, maar dat is. Maar mijn tong, mijn neus bedoel ik. Die wolk is nou in één keer weg. Ik weet niet waardoor dat komt, maar. Ik denk dat Paul, nu heb ik een beetje snoepjes. Een beetje snoepjes. Ja, een beetje zo. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken, eerlijk gezegd. Nee, maar. Hij heeft over de pure chocolade, dus dark chocolate. Maar... In de afdronk proef ik dat een beetje. De kassen zitten wel in, dat had ik wel. Ja, maar... Oké. Beetje snoepjes kassen zo. Spicy elements, ja, maar dat spice, is dat echt van de smaak of is dat het feit dat het zo jong is, dat weet ik niet. Misschien bedoelen ze old spice. Maar alle respect voor Herr Hansen. Wat zeggen ze in Duitsland? Gezondheid. Ja, gezondheid. Plus kop. Is dat ook slecht of? Ik weet niet. Weet ik niet wat ze zeggen in Duitsland. Nee, ik ben niet zo onder de indruk van Hans. Ik word er niet vrolijk van. Sorry Hans. Ik wel. Ja, ik zou hier anders om hebben. Even ter conclusie, sorry Hans. Ik ga er op een later moment op terugkomen, misschien op andere formaten, met ijs, water, mixer. Maar op dit moment een no-go. Dublin hebben net even de laatste slokje van genomen. Ik ben nog steeds niet overuit, daar moet ik ook op terugkomen. Jij vond hem al goed? Ik ook. Ik moet zeggen, ja, vond ik heel eens whisky. Ik heb nog een klein beetje aran over. Maar ik moet zeggen, Dublin, ik vond hem net een voldoende, zeg maar. Dat is niet dat ik... ik was niet aan het dansen. Ik vond hem, die Dublina vind ik wel een voldoende, maar... Nou. Maar het is misschien ook de invloed van de zogenaamde nekpoor. Misschien de fles is nu open, als we een latere stadium op terugkomen. Maar eerste indruk, voor mij is het een meh. Voor jullie is het oké. Ja. De aran. Ja. Ik kom nu op terug. De aran, die rijdt nou een stuk interessanter dan toen net. Nou. Sowieso van drie, sowieso komen schouders boven de rest. Maar, van de andere twee, maar... Dat sowieso. Ja, ben ik mee eens. Van de drie, de aran is mijn favoriet. Ja, deze, de... Worden daar voor je van. Ik vind het, ik had toch iets meer smaak nog verwacht. Mm. Maar ik vind hem zeker, zeker ruim voldoende. Mm. Zeker ruim voldoende. Als je dan kijkt wat de beschrijving zelf is, dan komt wel heel overeen. Je hebt geen hoge, ja, buitensporige hoge verwachting als je het leest. Het komt overeen wat zij zou beschrijven. Dus, zeg, Ram op dit moment een dikke voldoende. We gaan eens een keer terugkomen, we gaan eens even de tijd voor nemen. Zeker weten. Goed, nou, dat was de eerste aflevering van Voorproefje. Alle drie de whiskies gaan we zeker nog een keer doornemen in de eigen aflevering. Dus als jullie dat niet willen missen, like, subscribe, je kent het riedeltje. En we zien ons elkaar terug. Slantje. Slantje. Welkom bij Proef Whisky, ik ben Paul. Ik ben Rick. Welkom.